MSSH, MSSH. Yo iedereen, welkom bij een nieuwe video. De witte zip staat te koop, de rode zip is aan het wachten op keuring, dus ik heb gewoon geen projecten meer in huis. Ja, ik heb die hele oude gare type 1, maar daar heb ik geen zin om aan te beginnen, want die heb ik misschien ook wel gewoon verkocht voor prima prijs. Door. Dus wat gaan we doen? De motorzip. Die staat al een poos te wachten. Ben er ondertussen dat dit een snorfiets is op het kenteken. Ik heb daar de eerste keer dat ik die kocht niet goed naar gekeken. Maar, maakt niet uit. Uiteindelijk moet dat ding toch gekeurd gaan worden. Er moet een Nederlands kenteken op gaan komen. Dus wat ik ga doen is in deze video het blok opbouwen. Ik ga een blokje opbouwen. Speciaal voor die. En dat wordt dan vermoedelijk ook zeg maar het blok waarmee ik alle 2000 gewoon kan gaan keuren. Het is dan een type nummer voor zowel een 25 als een 45 km per uur. Die blokken zijn hetzelfde. En dan begrens ik hem gewoon met andere variorringen. En dan kan ik gewoon alles door de keuring duwen met dat blok. Ik heb genoeg delen om een blokje op te bouwen voor te laten staan zeg maar. Want ja, ik heb gewoon een DRC. Ik heb gewoon genoeg over zeg maar. En ik heb voor de motorzip hier, hè, die moet ik nog naar de opslag brengen. Een speed tuned karter, dus voor een MR Speed 7T en de twins tuned speed zit hierin. Dus we hebben een heel vlug blokje om op te bouwen voor de motorzip. Zowel meteen LC, ik wil eigenlijk eerst even tussenstop maken op AC, poosje AC rijden en dan door naar LC, dus van luchtgekoeld naar watergekoeld. Maar misschien dat we dat meteen skippen aan de andere kant. Daar kan ik ook gewoon een andere cilinder op pompen. En dan zijn de spoelporten wel veel te groot en zo. Maar goed, dan loopt het nog steeds wel hard. Dan kan het alleen veel harder lopen. Dus we zien het wel. Daar gaan we mee beginnen. In ieder geval nu ga ik een blokje pakken. Hier ligt hier, daar, heel vies. Ik laat het dus ook gewoon vies. Who cares, het is maar voor de keuring. En dan gaan we achter in het hok. Liggen nog wat onderdelen. Ik heb zeg maar achter in de tuin een tuinhuisje. Daar ligt gewoon onderdelenopslag. Daar ligt allemaal rommel in de hoek. En daar heb ik nog een kartertje staan met een mooie overbreng erin. Met gewoon alles mooi erin. Aan de andere kant hoeft hij niet per se een mooie overbrenging in. Ik heb laatst dat blok uit elkaar gehaald wat je in de werkplaats update hebt gezien. Die overbrenging ligt daar. Dus die ga ik misschien ook al pakken. That's it. Dus we gaan een blokje bouwen. Let's go. Ik ga eerst even flink schoonmaken. Er zit echt super veel oude olie onder in het karter, dus dat ga ik er eerst even helemaal uitblazen en doen. En dan gaan we DR70 monteren, spruitstukje, al die rommel, overbrenging en dan ontstekinkje. En dan zou je het gewoon moeten doen. Dit is een originele krukas, maar mijn DR70 vertrouwt dat wel. Ik zou er op zich ook een 50cc op kunnen knuppelen, die heb ik ook. En ik heb ook een originele uitlaat. Ja, wat gaan we doen, wat gaan we doen? Ik weet het nog even niet. Ik ga er nog heel even over nadenken. Ik ga eerst eens even die originele cilinder bekijken. En misschien dat ik er gewoon 50cc opduw. Initieel. Dit zijn overigens karters. Ja, poep origineel. Goed. Dat gaan we doen. Oké, okay, dat is genoeg. Jullie zagen het, ik maak best lomp schoon. Zeker als die blokken zo vuil zijn. Eerst flink op bussen remreiniger erop. Goed poetsen, alles agiteren en daarna gewoon met de hoge drukreiniger. Ja, ik spuit gewoon met de hoge drukreiniger vol op de krukas. I don't care. Daarna leg ik het in een bad van WD-40. Ik spoel met WD-40 echt een paar keer al het vuil eruit. Dus toen ik hem net ook binnenpakte na het afspuiten, zit de krukas gewoon vast. Zoveel rommel zit er ingeblazen. I know this. Als je hem dan goed spoelt met WD-40, niks aan de hand. Ik spoel hem net zo lang tot ik hem... Je zag dat ik het karter op de kop hield. Net zo lang totdat ik dit doe. Hè, ik giet de WD-40 eruit. En de WD-40 is helder. Dat kun je zien. Hij valt dan op een schoon stuk van de handdoek en dan is hij gewoon een beetje gelig. Er gaat altijd WD-40 achterblijven in het karter. This is fine. Wat ik nu ook meteen doe, is alles wat beweegt in een karter even smeren. De rem-evo, de remarm hier, dat hele gedeelte van de remmerij. En ik haal de vertandingsolie eraf en ik zet nieuwe erop. Dat is wat ik nu ga doen. Eerst, zeg maar, als preventief onderhoud, dat niks gaat roesten. Ja. Yeah. Want dat maakt shit alleen maar erger. Dus ik doe hier gewoon een beetje WD-40 op. Let op dat je het niet op de remblokken spuit. Dus ik rem een beetje.
spuitje, klein beetje maar. Spuitje. En dan hier zo, dat het de kart erin loopt. Hier mag je een beetje lomper zijn. De veren aan zich zou misschien ook nog wel een drupje mogen. Ja, dat is niet eens echt nodig, denk ik. Ik zie ze nu en ik denk, ja, dat is wel roest en staal. Hallo, ja. Zo, en de as aan zich roest natuurlijk ook. Maar ja, als je de achterwiel monteert en je doet daar een beetje vet aan, dan is dat oké. Okay. Goed, gaan we nou de verstandingsolie eraf laten lopen. Eens even kijken hoe die eruit ziet. Woe, soepeltjes! Ja, dat scheelt. Hij was al oud. Hij was niet super slecht. Maar ik zie ook een beetje metal flakes. Dus een beetje glinstering erin. Op zich niet erg. Tandwielen slijten gewoon. Dat is nou eenmaal. Dus ik zie niks spannend. Hij is wat donker. Zoals jullie zien. Nieuwe is mooi helder. Dus hij mocht vervangen worden. En zoals gezegd, door het hoge druk reinigen. Gewoon verstandig om het te doen. Dus laten we verder gaan. Ik ben even aan het twijfelen wat handig is om te doen. Er komt dadelijk namelijk een nieuwe zuiger voor die DR die ik heb. Ik heb die DR al een keer door de hoon gegooid, dus dat is goed. Dus ik wil die nieuwe zuiger wel monteren. Dat is wel een beetje mijn idee in ieder geval. Dus ik denk dat ik voor nu gewoon de steking er terug opschroef. En mijn spruitstuk wat hier allemaal ergens moet liggen. En gewoon even aan die kant van het verhaal helemaal begin. Lekker stalen kleppen nog. Yes. Oké, waar is mijn spruitstuk? Hier is in ieder geval de ontsteking. Kunnen we dadelijk erop schroeven. Oké, ik ga even mijn spruitstuk proberen te vinden. En dan gaan we vanaf daar weer verder. Steking zit erop, spruitstuk en membraan zit erop en ik doe het misschien een beetje in een rare volgorde, dat geef ik eerlijk toe. Bedenk me nu ook dat misschien de cilinderlaag niet zo handig monteert. In principe gaat dat wel, gewoon de pistonpen aan de andere kant er al in. Ja, het gaat wel, maar het was onhandig. Ach ja, het ligt toch op de werkbank. Goed, ik ga nu even de kinderen uit school halen en dan gaan we daar verder. Nou, wat spulletjes van K-Parts die ik nodig had zijn binnen. Deze. Wat ik vooral nodig had was nieuwe zuiger voor de DR70. Dus we gaan even meten of die er mooi in past. En dan gaan we het montageren. Montageren. Voelermaatjes nodig. Hoeveel moet een zuiger nou speling hebben? 400ste, als ze net gewoon zijn. 4 à 500ste. Dus gewoon mijn dunste voelermaatje. Die moet er eigenlijk een beetje langs kunnen met zo doe ik gewoon. Ik leg de zuiger er netjes in. Wacht, ik zal het even helemaal goed doen. Leg de zuiger erin, pijltje naar de uitlaat. Pijltje naar de uitlaat. En dan met je dunste voelermaat, je trekt hem naar één kant en dan kijk je of de voelermaat er langs wil. Nou, hij wil hier er een beetje langs. Op zich misschien niet te makkelijk, ik zal even heel goed voelen. Misschien wat heel makkelijk, laten we een beetje groter gaan, kijken. Want je kan tot 900ste makkelijk gaan. Nou, 1.0, dat gaan we nog nooit langs krijgen. 0.1, dat gaat er waarschijnlijk al totaal niet meer in. Dus dan zit hij ergens, nee, dat krijg ik er niet eens tussen. Dus hij zit ergens rond de 0.6, 0.7. Dan lopen ze het hardst, is mijn ervaring. Dus, tenminste, dat is even een gok, 0.6, 0.7. Ja. Prima dit. Prima. Past mooi. Ga ik de slotspeling ook nog even checken. Ja, ik doe echt mijn best op mijn eigen scooters altijd. Alle scooters eigenlijk die ik bouw, vind ik belangrijk. Slotspeling is hoeveel ruimte, als je de zuiger erin hebt, tussen de twee helften zitten. Ook belangrijk om te checken. Dat moet zijn. Dat zoek ik even op, want dan vergeet ik altijd. Heb ik hier, ik heb daar gewoon een lijstje voor.
Vondspeling rond de 0,2. Je doet de zuigerveer in de cilinder. Duw je hem met de zuiger aan. Dat hij mooi recht ligt, zo. En nou ga je voelen. 0,2. Ja. Hebben we een 0,2? Ja, hier. Dat is 0,2. Kan er erg makkelijk tussen. 0,25. Het is wel 48 mm, dus het mag iets meer zijn. 0,25 pakt en 0,3. Helemaal prima. Andere ook even meten. En dit hoeft allemaal niet perfect te zijn bij dit soort cilinders hoor. Dit is misschien allemaal zelfs, mensen zullen het overdreven noemen wat ik doe. Maar kijk het gewoon even na. Als het echt te krap is, perfect. Staat gewoon allemaal goed. Die kunnen we gaan monteren. Bij een DR-zuiger krijg je de cirkelclipjes erbij. Deze kan dan aan de kant. Die is over. It's over! Eén zuigerveer, waar is nummer 2? Mooie organisatie natuurlijk weer. Ja. 1, 2. Oh, die zit natuurlijk nog in de zuiger, of in de cilinder. Haha, oké. Okay. En nu ga ik minder praten en meer sleutelen. Leuk dit, het zijn snorkarters. Oftewel, ik moet ze weer, net als bij de jog, frezen. Ah, dit wist ik ook. Wat ben ik een ei. Wat een ei ben ik. Wat een ei. Oké. Okay. Nou, afbreken. En karters frezen. Ik heb die camera dus laatst laten flikkeren. En sindsdien moet ik iedere keer als de batterij vervangen de tijd opnieuw instellen. Dus ik vermoed dat er eigenlijk een batterijtje in zit wat de tijd onthoudt voor je, maar die is borkt. Goed, we kwamen er net achter dat we snorkarters hadden. Dat wist ik eigenlijk al, maar ik ben dom. Dus die gaan we nou fixen. De koper van de rode zip is net langs geweest. Thijs heet de beste jongen. En Thijs heeft me geld gegeven, want hij wil ook het een en ander eraan gedaan hebben. Goed, Thijs wil het een en ander aan gedaan hebben. Hij heeft een andere kappenset gebracht, die wil hij dat ik erop zet. Hij doet uiteindelijk zelf ook nog een heleboel aan de scooter, maar ik zet er Alpha LED voor hem op. Hij wil wat opvoeronderdelen. Leuk setupje gaat hij straks mee naar huis, maar daar gaan we het later nog wel over hebben in die video. In ieder geval ga ik nu verder met het fixen van deze karters. Die mogen weer even helemaal uitgedremeld. Ja. Dat hebben jullie me al een keer zien doen. Dus dit gaat sowieso een keiharde timelapse horen. Dan weten jullie dat vast. Een paar minuutjes frezen, een paar minuutjes opruimen en de karters zijn opgeruimd. Alle tapeinden van dit ding waren ook slecht, maar die had ik gelukkig ook een berg nieuwe besteld. Gewoon om op voorraad te hebben. Maar die kunnen we dus meteen gaan gebruiken. Cilinder past, dus we gaan nou een DR'tje monteren en dan is het wel ongeveer tijd daarna om te gaan. Om te stoppen voor vandaag, ja. Dus ja, jullie zagen het gewoon even frezen, weten wat je doet, alles weer afgedekt, gespoeld met WD-40. Als een malle, het ziet er weer schoon uit, dus de kruggels draait nog even soepel. De vooras erna, dus all good. All good. We gaan een DR'tje monteren, let's go.
cilinder gemonteerd. Jullie zagen het. Uiteindelijk weer geen koppakking, geen voetpakking. 0,8 mm squish. Dit is fijn. Daar gaan we het mee doen. Ik ga hem links ook nog een keer meten. En dat was het ook voor vandaag. Ik laat het even hierbij. Ontsteker zit erop, cilinder zit erop. Ik draai er een bougietje in voor de zekerheid. En dan ga ik opruimen. En richting mijn ouders. Om lekker te avondeten. Dat gaan we doen. Ja, goed. Later jongens. Yes, vandaag ga ik proberen het blok onder de zip te krijgen weer. En hem aan het lopen te krijgen. Dus blokje onder de motorzip. Maar die moet eerst blokje bla bla van alles. In ieder geval kijken of we het verse DR70 blokje kunnen aan het lopen krijgen op de motorzip frame. Ja, wat de motorzip moet worden. Hè? Want het is natuurlijk nog niet gekeurd allemaal. Dus ja, dat gaan we eens even gaan proberen. That's what we're gonna do. Nou, ik moet echt een geheugenkaart bij gaan bestellen. Alleen deze doet het nog. Al die andere geven dus keer errors. Dus jullie hebben weer het een en ander gemist. Wat ik gemaakt heb, is de gashendel. Die slaat perfect terug. Die loopt super mooi. Die is af. In principe heb ik nou gas. Een achterrem. Hopelijk vonk. Dat kan ik niet testen. Dus, wat ik ga doen is overbrenging erin gooien en dan gaan we hem gewoon aantrappen. Ja, dus ik ga even de vario en zo monteren, dan moet de compressor vooraan, dus herrie, dus dat film ik even niet. Dus ik gooi gewoon even de vario, de zweesnaar, even gewoon een overbrengje erin. Ik heb daar nog complete originele liggen, die gaat er even in, karterpan erop en dan kan hij van het bokje af en dan, ja, dan zou die volgens mij gewoon moeten starten. Dat gaan we dan proberen. Ik kik hem net een paar keer en we hebben in ieder geval vonk. Gelukkig dat ik dat eerst nog even check, want ik kwam erachter dat ik de uitlaat vergeten ben. Dus die gaan we nou nog even monteren. Ik hang de SP3 er even onder. En ja, dat. Dus mijn vonk dus wel, contact werkt, brandstof zit erin. Alleen nog even uitlaat eronder hangen en dan kom ik bij jullie terug om samen te starten. Nou, uitlaat zit erop. Nothing left to do it, but to do it. Zeg het dan. Of zoiets. Ben benieuwd. Ik heb een achterrem, dus ik kan hem tegenhouden, kan hem uitzetten. Let's just try. Benzinekraan open. Kan ik hem zo makkelijk kicken? Nee, ik ga hem toch van het bokje afhalen. De kabeling van die fucking namaak knipperlichten. Even afknippen daar. Oké, dit zo. Hier. Geen idee hoe de afstelling staat. We gaan gewoon proberen of die aangaat. Oké, hoopvol. Shit, standaard vergeten erop te zetten. Dus ik kan hem niet op standaard zetten. Dom. Ik weet waarom die nou zo hoog bleef stationair lopen. Stationairschroef stond veel te veel in. En ik heb dus de gaskabel afgesteld op de stationairschroef er zover in. Dus dat gaan we even aanpassen. Hij klonk wel meteen goed fel. Ik kon één keer gas geven zoals jullie horen. Dus hij klonk wel fel. Maar we moeten dus de gaskabel een beetje inkorten nog. Zo, het was wel matchup dit. Ik vermoed dat hij een beetje arm staat. Zo klinkt het ook. Stellen we die ook meteen even goed af. Wat ik doe is 3 halve slagen open, helemaal dicht. En dan 1, 2, 3 halve slagen open. Zo, ik ga even de
middenbok monteren. Even de middenbok erop. Dan kan ik hem zonder het hele gedoe starten fatsoenlijk weer bij. Yes, oké. Okay. Middenstandaard erop. Dus nou kan die van dit ding af. Helemaal. Zo. Zo, die staat mooi op de middenstandaard nog. Dat gaat ook nog. Dit hier. Allemaal een beetje stapel zoals ik het had. Nou, even kijken. Wacht, ik knip even deze draden eraf, want hier heb ik nu al genoeg van. Dit maak ik nog mooi. Dit maak ik ook nog wel mooi. Dus dit. Zit hier gewoon random bij geknubbeld. Goed zo, weg ermee. Geen, no more shitty wiring. Opruim dan. Om nog eens proberen te starten. Ja, die startmotor. Pak die startmotor. Oké. Okay. Dus we kunnen deze helemaal naar binnen zetten. Ja, dan ligt die los. Mooi. Yes, oké. Okay. Middenstandaard erop. Dus nou kan die van dit ding af. Helemaal. Zo. Zo. Doe het gewoon even rustig. Zo. Zo, die staat mooi op de middenstandaard nog. Dat gaat ook nog. Dit hier. Allemaal een beetje stapel zoals ik het had. Nou, even kijken. Wacht, ik knip even deze draden eraf, want hier heb ik nu al genoeg van. Dit maak ik nog mooi. Dit maak ik ook nog wel mooi. Dus dit. Zit hier gewoon random bij geknubbeld. Goed zo, weg ermee. Geen, no more shitty wiring. Opruim dan. Om nog eens proberen te starten. Ja, die startmotor. Pak die startmotor. Oké. Okay. Dus we kunnen deze helemaal naar binnen zetten. Ja, dan ligt die los. Mooi. Ik vond het al raar dat er geen vacuümnippel op de carburateur zat. Maar ja, goed, die heb je. Zie je dat gaatje daar? Even kijken. Dat gaatje in de carburateur? Ja, juist. Ja, dat is de vacuümnippel, maar de vacuümnippel zit er niet meer in. Oftewel, valse lucht. Die moet ik even dicht gaan strijken. Dus die ga ik eruit schroeven en dan dichtmaken. Yes, oké. Okay. Middenstandaard erop. Dus nou kan die van dit ding af. Helemaal. Zo. Zo. Doe het gewoon even rustig. Zo. Zo, die staat mooi op de middenstandaard nog. Dat gaat ook nog. Dit hier. Allemaal een beetje stapel zoals ik het had. Nou, even kijken. Wacht, ik knip even deze draden eraf, want hier heb ik nu al genoeg van. Dit maak ik nog mooi. Dit maak ik ook nog wel mooi. Dus dit. Zit hier gewoon random bij geknubbeld. Goed zo, weg ermee. Geen, no more shitty wiring. Opruim dan. Om nog eens proberen te starten. Ja, die startmotor. Pak die startmotor. Oké, okay. Dus we kunnen deze helemaal naar binnen zetten. Ja, dan ligt die los, mooi.
Ik vond het al raar dat er geen vacuümnippel op de carburateur zat. Maar ja, goed, die heb je. Zie je dat gaatje daar? Even kijken. Dat gaatje in de carburateur? Ja, juist. Ja, dat is de vacuümnippel, maar de vacuümnippel zit er niet meer in. Oftewel, valse lucht. Die moet ik even dicht gaan strijken. Dus die ga ik eruit schroeven en dan dichtmaken. Is oké, okay, middenstandaard erop. Dus nou kan die van dit ding af, helemaal. Zo. Zo. Doe het gewoon even voor rustig. Zo. Zo, die staat mooi op de middenstandaard nog. Dat gaat ook nog. Dit hier. Allemaal een beetje stapel zoals ik het had. Nou, even kijken. Wacht, ik knip even deze draden eraf. Want hier heb ik nu al genoeg van. Dit maak ik nog mooi. Dit maak ik ook nog mooi. Wat is dit? Zit er gewoon random bij geknubbeld. Goed zo, weg ermee. Geen, no more shitty wiring. Even opruimen dan. Ik ga nog eens proberen te starten. Ja, die startmotor. Pak die startmotor. Oké, dus we kunnen deze helemaal naar binnen zetten. Ja, ligt het los, mooi. Ik vond het al raar dat er geen vacuümnippel op de carburateur zat. Maar ja, goed, die heb je. Zie je dat gaatje daar? Even kijken. Dat gaatje in de carburateur? Ja, juist. Ja, dat is de vacuümnippel, maar de vacuümnippel zit er niet meer in. Oftewel, valse lucht. Die moet ik even dicht gaan strijken. Dus die ga ik eruit schroeven en dan dichtmaken. Zijn we weer? Carburateur is gemaakt. Hopelijk heb ik de vloeibare pakking lang genoeg laten uithalen. Ik denk het niet, maar hey, hij zal nu wel stationair wat hoger mogen. Zo, eens kijken wat hij doet. Nog een beetje hoger zo te horen. Staat de kraan, dus hier gaan open. Nee, nu wel. De achterwiel draait niet. Even gauw de kartpan eraf, kijk wat er aan de hand is.
Achterwiel draait wel. Ik vraag me af of ik rollen in de Vario heb gedaan. Ik denk dat ik dat vergeten ben. We gaan even kijken. Hij loopt. Ik ga gewoon stiekem met een stukje op en neer door de straat pakken. Echt nul afstelling. Hij trekt al wheelies. strakkere drukveer, strakkere trekveren, dan is het klaar. Ik denk dat ik het gewicht van de rollen goed heb. Carburateur zal nog een beetje moeten rommelen, maar ja, jullie horen het. Hoe mooi rustig loopt hij. Oh, dit wordt vlug. Oh ja, nou kan hij ook naar de keuring. Kappen erop in je. Dus we gaan dit... Na mijn week zomerkamp op scouting heel vlug afmaken en na de keuring met dat ding. En zorgen dat ik hopelijk er A1 op krijg. Anders wordt het een snorfiets en dan wordt hij gewoon verkocht. En dan koop ik wel weer een andere. Maar hij doet het. En ook hier weer een supermatige outro. In ieder geval, hij loopt de motorzip. Ik ben dus nu terug van zomerkamp ondertussen. En ja, ik ga deze laten omkeuren naar A1. Wat ik begrepen heb van de keurmeester tijdens de keuring van de rode zip, is dat geen enkel probleem. De papieren kloppen allemaal en ik mag gewoon een bromfiets en een snorfiets van voor een bepaald bouwjaar om laten keuren naar motor. Dan moet wel alles in orde zijn. Dus dat gaan we helemaal in orde brengen. En dat gaan jullie sowieso in de volgende video zien. In ieder geval voor nu, hij loopt. En hij loopt erg lekker. Dus ik heb hier zin in. Jongens, ik zie jullie bij de volgende video. Bye bye.